Nou ja, dan hoef ik mijn introductie niet meer te doen, want ik heb inderdaad gezegd, ik ken geen wereld zonder Surfnet. En dat is dan ook mijn achtergrond. En het zit misschien een beetje in de genen dat samenwerken, het samen beter doen er is. En gisteren had ik daar nog even kort met Roel een gesprek over. We hadden gisteren de laatste bijeenkomst van de commissie projectbewaking. En ja, het is heel bijzonder. En ik ga toch zeggen dat mijn vader aan de wieg heeft gestaan van Surf Sara. Toen nog gewoon Sara natuurlijk. Als ICT-directeur van de VU in de jaren 70 en 80. Dus het blijkt in mijn genen te zitten. En dan zit ik denk ik bij het VUMC wel goed. Ja, ik ga een verhaal vertellen over... vanuit het perspectief van de medische wereld. De universiteit, het is zo leuk om hier zoveel bekende mensen te zien. Het is echt een reunie. En ik vind het heel jammer dat ik vanavond niet bij het feest kan zijn. Want ik weet uit ervaring hoe prettig en geweldig dat is. Even kijken, de knop. Even als achtergrond voor de UMC's... De universiteiten en hogescholen zijn natuurlijk als eerste aangesloten geweest bij SURF. En wat je zag is dat de academische ziekenhuizen, we hadden wel een lijntje, en ik weet dat nog uit mijn Utrechtse tijd, die zaten achter ons, achter de universiteiten verbonden aan SURFnet. En ze maakten eigenlijk alleen maar gebruik van de SURF-diensten, de licenties, SURF Market en van SURFnet. En ik kan me nog hele discussies herinneren over de bandbreedte die zij behoefden en de firewalls met de universiteit. Dat was toch altijd wel heel, heel spannend. Maar sinds 2011 zijn de UMC's direct verbonden aan de SURF-familie. Ze zijn opgenomen in de SURF-familie en kunnen dus gebruik maken van alle diensten en van alles wat de SURF-familie biedt. En dat is niet alleen de SURF-net-aansluiting meer, maar ze bepalen ook mede, want ook de UMC's zijn nu toegevoegd aan het bestuur van SURF. Eerst was dat Frank Miedema van de UMC Utrecht en tegenwoordig is dat Marcel Levy van het AMC. Kortom, we zijn aan boord en dat zullen we laten weten. Want tot nu toe was het echt alleen voor het hoger onderwijs en onderzoek. Maar ja, en dat is nou de nieuwe dimensie die ik meemaak. Door te werken voor een academisch ziekenhuis, zorg is ook heel bijzonder en behoeft ook. Dus de titel. Welke innovaties gaan de UMC's in een hogere versnelling brengen? Nou, wat ik al zei... De UMC's konden in 2011 op een rijdende trein springen. SURFnet was al toen zo'n 24 jaar bezig. En ik had eerst een plaatje bedacht van een mooie, snelle, moderne techtrein. Toevallig was dat een Koreaanse, zag ik net in het plaatje. Die heb ik niet genomen, maar zo voelde het wel. Er was zoveel mogelijk wat natuurlijk de UMC's niet in één keer kunnen behappen. Wat ik wil doen is die mogelijke versnelling vanuit deze perspectieven toelichten. Vanuit VUMC, dus kijken wat het voor onszelf kan betekenen, voor de UMC's en de universiteiten. Wij leiden artsen op, dus we hebben ook opleidingsziekenhuizen en de UMC's onderling. Wat hebben wij nu gedaan met het benutten van de mogelijkheden die SURFnet ons bieden. En dan ook nog voor, en dat zult u zo zien. Als eerste zal ik zeggen dat de rode draad in het verhaal is gewoon SURFconnect. Erwin vertelde het al, ik had het genoegen samen met Hans van der Wal en Wopke Veenstra om namens de commissie projectbewaking SURFworks te mogen reviewen. En daardoor zit je heel dicht op de ontwikkelingen.
En het was soms ook heel moeilijk, want het is allemaal heel technisch en ik ben niet echt een techneut. Maar het heeft wel heel veel inzicht gebracht waarom SurfConnect, wat mij betreft, dat is het antwoord van mijn praatje, eigenlijk voor die versnelling zal gaan zorgen. En ik zal toelichten waarom ik dat concludeer. Het VUMC. Toen ik daar 2,5 jaar geleden binnenkwam, was er nog een discussie of we nou wel echt lid moesten worden van SURF. Ik kreeg in mijn afscheid van de Universiteit Utrecht, Wim Liberant sprak mij toe en zei: Ineke, je hebt één opdracht, zorg dat ze die factuur eens betalen. Want ze hadden de factuur van 2011 nog niet betaald. En ik ging daar in 2012 heen en dat moet toch wel even gefixt worden. Dus ik ben gaan vragen: waarom hebben jullie bezwaren tegen het toetreden tot de SURF-familie? Je weet niet wat je mist. Ik kende immers geen andere wereld dan die met SURF. En toen werd er mij verteld dat het veel te duur was. Ik zeg: oké, dat betekent dat je dus dan ook niet meer gebruik mag maken van SurfMarket, ook niet meer de SurfNet-aansluiting. Dus reken eens even uit. Nou, toen was het gauw gedaan en werd de rekening de volgende dag betaald. Men wist niet wat er allemaal nog meer te halen was. Nou, en die slag, die hebben we in ieder geval in het VUMC al een beetje gemaakt. Zeker als we dan binnen een jaar nog prachtig scoren krijgen door mee te mogen doen aan de Campus Challenge. Toen kreeg ik toch wel een beetje het vertrouwen vanuit de Raad van Bestuur dat dit een goede route is geweest. Maar goed, er werd dus nauwelijks gebruik gemaakt van allerlei diensten. En als je weet dat in het VUMC artsen, maar we hebben wel inmiddels Connect, hè? En als je weet dat bij ons in het ziekenhuis artsen gebruik maken van een virtuele werkplek, dat vond ik geweldig, want dat had ik in Utrecht ook graag willen realiseren. Dat is mogelijk inmiddels al gebeurd. Zodat ze, medisch specialisten in dienst, hè, als je 's nachts dienst hebt, dan doen meestal de assistenten de dienst. Dan kun je even connecten en dan kun je even meekijken op de foto's, even meekijken in de labwaarden en dat mag. Waar wij toenemend mee zitten is dat het een must is dat dat via een tweetraps authenticatie gaat. Nou, denken we dat is niet zo moeilijk, dan moeten we dat gaan organiseren. Maar wat lees ik? SURF is bezig om SurfConnect, of misschien is het al bijna gerealiseerd, maar volgens mij zijn we ermee bezig, om die step-up authenticatie via SurfConnect mogelijk te maken. En wat zou het voor ons niet geweldig zijn, SURF, als de personeelpas ook daartoe een middel is en niet alleen maar een app, een sms of een token. Want wat kan dat niet betekenen, die personeelspas? Dan hoeven wij zelf ook zo'n step-up dienst ook niet in te richten. En ik denk dat er meerdere instanties zijn die denken, laat SURF dat doen, die kunnen het goed. En vraag wel even welke middelen wij daar graag aan gekoppeld willen zien. Die step-up die kan voor ons ook heel veel betekenen in het kader van de alliantie. Dit is de Amstel. Jullie hebben misschien gehoord dat, ja, we hebben 2 academische ziekenhuizen in Amsterdam, maar we hebben ook 2 universiteiten in Amsterdam. Nou, de universiteiten die beginnen al steeds meer in beta science samen te werken. En wij zijn druk bezig met de voorbereiding op de alliantie met het AMC. Dus we hebben het altijd over de 2 ziekenhuizen aan beide zijden van de Amstel. De Meibergdreef en de Boelenlaan. Artsen gaan in beide ziekenhuizen werken. We gaan werken met 1 EPD, 1 installatie die ergens staat, niet in het VUMC en niet in het AMC. En artsen moeten dus in beide ziekenhuizen bij de dossiers kunnen van de patiënten die ze behandelen. Wat zou het niet ideaal zijn als zij ook maar met 1 pas die authenticatie kunnen regelen die veilig is. Naast alle andere authenticaties natuurlijk. En dat kan, wat mij betreft, door de brug te leggen over de Amstel met SurfConnect. En dat zal zeker de samenwerking in het Amsterdamse versnellen. Want we moeten nu al puzzelen hoe we identity systemen met elkaar kunnen gaan laten samenwerken. En dat komt op het volgende punt. De samenwerking
UMC's en universiteiten. Ik moet zeggen, in Utrecht hadden we daar ook wel last van. Want je hebt een opleiding die wordt gegeven in het UMC. Studenten zijn ingeschreven in de universiteit. Zij moeten, de artsen moeten toegang hebben tot studentsystemen. Er was altijd gedoe over AD's die niet klopten, identiteiten die met elkaar moesten worden uitgewisseld, lijstjes uit personeelsbestanden die moesten worden uitgewisseld, wijzigingen in personeelsbestand die niet goed doorgevoerd werden, was altijd gedoe. Nou, in het VUMC is dat ook. VUMC en VU zijn druk bezig om te kijken of we dat kunnen verbeteren. En ik heb me laten informeren dat Connects, die biedt natuurlijk heel veel. Maar boven die authenticatie message laag, wil je echt federation services kunnen aanbieden, moet er wel gestandardiseerd worden met die identiteiten. Dat is nu niet zo. Dus wil je echt samen kunnen werken en veel meer clouddiensten met elkaar kunnen delen, dan moet je, nou, zeg maar, de standaardisatie in termen van, weet je wel, hoe richt je je AD in, echt volgens internationale standaarden gaan inrichten. En volgens mij moet SurfNet ons daarbij gaan helpen. Dat kan niet anders. Iedereen worstelt ermee. Ik denk dat een aantal instellingen dit al inmiddels geregeld hebben. Maar wij hebben in ieder geval daar nog best veel hulp bij nodig. Zo, dit. Dit is een nieuw gebouw. Dit wordt op de Zuidas gebouwd. Dat is een thematisch gebouw. Dat vinden ze heel bijzonder. Want het is alleen voor onderzoek bedoeld. En daar gaan medewerkers uit het VUMC, uit de Vrije Universiteit en uit het VUMC en UvA dus samenwerken. En wat willen die onderzoekers? Die onderzoekers willen hun eigen instellingsdiensten gebruiken in dat gebouw. Natuurlijk, hè, je hebt je eigen. Maar wat ook heel belangrijk is van dit gebouw is dat specifieke onderzoekstoepassingen, specifieke apparatuur, lab, noem maar op, gedeeld gaan worden. Ook je printers en je toegang, gewoon allemaal hele simpele dingen die echt voor alle gebruikers van het gebouw beschikbaar zijn. Nou, hoe gaan we nou zorgen dat die combinatie van eigen instellingsdiensten en het gebruik van generieke diensten van een gebouw met elkaar kunnen gaan samenwerken? Nou, wat mij betreft, ook hier zie je dan dat je niet alleen met authenticatie er komt, maar er moet veel meer bovenop die laag gewerkt worden aan federatieservices, zodat we die diensten, dus die identiteiten, die vragen om een standaardisatie. En dan kunnen we research, education en care heel goed met elkaar verbinden. Dan de UMC's. De UMC's leiden co-artsen op, maar dat zit nog veel in het universitaire deel, hè, tot hun master. En daarna hopen deze artsen in wording een opleidingsplaats te krijgen in een academisch ziekenhuis. Nou, dat gebeurt bij de UMC's, maar wij kunnen natuurlijk als UMC's niet allemaal die artsen opleiden. Dan zouden er veel te veel assistenten zijn en je moet ook opleiders hebben. Dus wat je ziet, alle UMC's hebben in de regio topklinische ziekenhuizen waar de opleiding plaatsvindt. Waar ook de opleiding plaatsvindt. Iedere opleiding heeft een deel in het academisch ziekenhuis en een deel in een topklinisch ziekenhuis. Dat noemen we de zogenaamde STZ-ziekenhuizen. Dat is gewoon, die hebben ook een academische taak vandaar. Nou, wat heel mooi is, is dat deze ziekenhuizen aangesloten mogen worden op SurfNet. Ze zijn geen lid van de familie Surf, maar ze mogen wel aangesloten worden op SurfNet. En dus ik ga zoeken, want er is bij ons een grote behoefte aan het vormen van een medical cloud met deze assistenten en de opleiders in het STZ-ziekenhuis, in het opleidingsziekenhuis en in het UMC zelf. Dus we gaan kijken hoe we dat kunnen realiseren. Ik hoorde, ja, maar zij mogen Surf Connects gebruiken. Ik zei, nou, dat is mooi, dan kunnen we daar alvast mee beginnen. Maar wat blijkt, Surf Connects is onderdeel van het basispakket van de SurfNet-aansluiting. En dat is nou net wat ze niet willen. Want zo'n SurfNet-aansluiting biedt zoveel bandbreedte en zoveel andere diensten die ze gewoon
niet behoeven. Met andere woorden, dan nemen we het niet. Dus mijn pleidooi is hier aan Surfnet. Maak er een Health Connect van. Toevallig dacht Sandra ook daaraan, maar toen stond hij er al op. En zorg dat je het gebruik van Connect loskoppelt aan je Surfnet-aansluiting. Dan maken wij een vliegende start. En kunnen wij de samenwerking in de health sector echt gaan versnellen. Dan de samenwerking tussen de UMC's. Nou, dat is heel mooi. Ik kwam binnen en daar is ook een overleg. Zoals we het CAO-beraad hebben in het hoger onderwijs. De zeven deur van de universiteiten is er ook een actie. En dat betekent dat mijn collega's van de 8 academische ziekenhuizen op een vrijdag, het is hetzelfde concept, bij elkaar komen. En we hebben ons eerst in die tijd, ging surfgroepen eruit, dus toen hebben we gezamenlijk een teamwerk gestart. SharePoint Cloud Service. En dat bevalt heel goed. We moeten daar nog wel een hogere niveau van beveiliging aan koppelen en daar wordt nu hard aan gewerkt. En we moeten goed kijken hoe we de beheerorganisatie verbeteren. En daar wordt nu op ingezet. Maar we gebruiken het met z'n allen en er zijn steeds meer initiatieven van Surfnet die we hier bespreken om die gezamenlijk in een roadmap met elkaar te gaan ontwikkelen en te accepteren. Ik vertelde het net al, ja, ik heb Green Cloud verkeerd geschreven, moet met een Q, hè? Ja, maar ik vond het zo mooi bij cloud passen, dus vandaar. Wij hebben vorig jaar de Campus Challenge, daar zullen jullie straks meer van horen van Twente. Maar wij hebben ook de Campus Challenge gerealiseerd. En deze biedt een fantastisch research platform voor alle onderzoekers, in ieder geval van het VUMC, maar ook voor alle andere instellingen. Niet alleen de UMC's. We bieden een platform waar mensen met een console zelf hun rekencapaciteit, hun storage, hun platform kunnen inrichten, hun database. Het is echt geweldig. De servertjes onder het bureau, de storage die ze allemaal zelf kopen bij de mediamarkt, die hoeven niet meer. Ze kunnen het via dit platform allemaal inrichten. En we hebben nu al 2-3 grote onderzoeksteams die er gebruik van maken. En het was heel prettig te horen dat er gisteren een presentatie is gegeven in de review van Gigaport. En dat dat ook heel goed is ontvangen. Dankzij SURF maken we hier, met name op het onderzoeksgebied, een enorme versnelling. En zeker als je weet dat de IT-organisatie van het VUMC nog nooit iets met onderzoek en onderwijs had gedaan. Was helemaal gericht op de patiëntenzorg. Dus daar ben ik heel erg trots en blij mee. En tot slot, dan ook nog wat mij betreft voor de patiënt. Onze klanten zijn patiënten. Hoger onderwijs zijn het de studenten. Dus waarom zouden we ook niet iets voor de patiënten gaan organiseren? Je ziet steeds meer in mHealth en eHealth dat patiënten direct toegang krijgen tot het maken van afspraken, hun behandelplan kunnen zien, hun uitslagen, zelfs videoconsulting hebben met de arts die ze al eerder bezocht hebben. En dan moeten wij allemaal specifieke, we hebben nu net een DigiD-audit achter de rug, want dan mag je pas via DigiD doen als je volgens een stringent proces laat zien dat je dat allemaal heel veilig doet. En daarom denk ik, als wij een goed boardingpasproces met elkaar afspreken, en dat kan voor patiënten, maar dat kan wat mij betreft ook voor ieder ander in de toekomst, maar laten we het eens voor patiënten proberen. Dan hoeven wij dat zelf allemaal niet meer te doen als ziekenhuizen. Laten we maar met de academische ziekenhuizen beginnen. Ik wil ook wel proefpersoon zijn. Om die ook toegang te geven tot SURF Connect. Op een veilige manier hebben we dan toegang tot vele diensten die wij niet zelf allemaal weer apart moeten inrichten. Dus mijn pleidooi is, trek het verder, ontwikkel SURF Connect verder, maak doelgroep groter en zorg dat de basis die ervoor moet zijn in de instellingen een gestandardiseerde identiteit, want dat is denk ik het allerbelangrijkste hobbel. En als we die hebben, dan kunnen we nog meer clouddiensten
aan gaan bieden en gebruiken. Maar tot slot, nog één keer tot slot, want dit vind ik echt heel belangrijk. We hebben het gezamenlijk gedaan. Connect is wat mij betreft een voorbeeld. Want Surf kent mij ook wel een beetje als de kritische vriendin. Of vriend. Vriendin vind ik wel passen, ja. Zoals we ook in de commissie projectbewaking bij de audit zeiden. Surfnet loopt niet te ver voor de troepen uit. De gap wordt te groot. Kom terug en help ons die prachtige innovaties te realiseren. Help ons hoe we de volgende stap kunnen maken, zodat jullie ook weer door kunnen. Anders wordt het echt te ver. En wat ik zo prachtig vond, is dat Surfnet heeft echt een flying squad. Volgens mij heeft Paul dat helemaal getrokken. Langs alle instellingen gegaan die hulp behoefden om Connect aan te sluiten. En dat heeft een enorme toename in het gebruik. Als ik dan hoor dat bij de opening van het academisch jaar er zoveel connecties zijn geweest. Dat komt mede daardoor. Dus mijn oproep is, gebruik het voorbeeld van Connect. Loop niet te ver voor de troepen uit. En als je dat eenmaal doet, zorg dat je de instellingen helpt om ook die prachtige diensten te gaan gebruiken. Nou, ik denk wel genoeg boodschap tot zover. Dank jullie wel.